Jordi hier. Je gaat kijken naar een fragment uit Gezond Verstand, de podcast. Wil je het hele gesprek horen? Check dan de link in de beschrijving. Het moment dat ik voel dat ik een dag wakker word en denk van oh, dit wordt me te veel, ik kan niet meer, dan trek ik de stekker. Het maakt me niks uit. Maar ik heb geleerd, ook met voetbal, je raakt echt wel geblesseerd en dan ga je tot een treuren weer dan toch door en je voelt gewoon je lichamelijk van sun. Heb je dat wel eens gedaan? Heb je wel eens op een dag wakker geworden en dat je een show moest cancelen omdat je het echt gewoon niet voor jezelf die op de rem drukte? Toevallig vorige zomer waren op Ibiza en we hadden een show gehad en de dag daarna moesten we naar Griekenland. Of ergens, een van die plekken, Kroatië. En mijn hele lichaam zei van, jij gaat daar niet heen. Het was gewoon een gevoel van, sun, nee, dit gaat hem niet worden. Je gaat daar niet heen. En het typisch, ik voelde me heel goed. En die avond werd ik doodziek. Doodziek. Ik werd koorts, rillen. En ja. Dus waarschijnlijk was het gewoon een signaal. En dat zeg ik ook, luister altijd naar je lichaam. Want dat was een signaal van, sun, ga nou niet, want je gaat de hel hebben, weet je. Dus ja. Dat is heel bizar dat ik toen die keuze heb gemaakt. Die belde naar mijn manager. Sorry, maar die show cancelen. Hij zei, wat zeg jij nou? Hoe het vanavond draait. Ik zeg, ik ga het niet redden. Nee. En diezelfde avond lag ik... Ik heb toen een week plat gelegen. En dat was dus wel een signaal vanuit binnenuit. We zijn allemaal van vlees en bloed. Alleen, ja, de een kan het makkelijker... hoe zeg je dat? Relativeren allemaal, die drukte. Weet je? En ik bedoel, Nicky, een goede vriend van mij, Nicky Romero... Toen hij die knal maakte en doorbrak. Op een gegeven moment, hij schrok van van het reizen en die druk. Mm-hmm. En daar heeft hij in het begin, heeft hij ook wel eens gezegd, best wel moeite mee gehad. En daar heb ik ook een gesprek met hem over gehad. Van, hoe doe jij dat? En ik zeg van, ja, ik heb een achtergrond met voetbal. Waardoor ik die druk al dat heb ik meegenomen naar de DJ-wereld. Naar mijn DJ-leven. En hij zegt, voor jongens is het best wel heftig. Maar Avicii, ik bedoel, we hebben het allemaal meegezien. Nou ja, meegekregen. Kijk, ik wilde er ook over gaan beginnen. Het is heel makkelijk om erover te beginnen. En je zal inmiddels misschien wel moe worden van de vraag... omdat het aan iedere DJ wordt gesteld. Nee, ik vind juist dat we het vooral over moeten blijven hebben. Ja, maar het is... Kijk, waar ik naartoe wilde is dat... Jij zegt nu, jij trapt op de rem op zo'n avond. Je zegt, ik ben griep, ik moet de show cancelen. Ja. Hij heeft dat... te vaak niet gedaan. Dat zie je ook in die documentaire. Mm. Omdat er zijn ook heel veel mensen om hem heen... die afhankelijk worden van Avicii. Ja. Weet je hebt heel veel mensen die werken iedere dag voor jou. Ja. En het feit dat jij optreedt zorgt ervoor dat zij hun boterham kunnen eten. Ja. Ja, kijk, voor hem, hij wilde nooit draaien. Hij was een producer. En we hebben het, ja, hoe zeg je dat? Ja, bijna het geluk gehad en de eer gehad... om een heel jonge, in de begintijd met hem samen te werken. In die zin dat we samen draaiden. We hingen wel, we hadden gewoon een leuke klik met elkaar. En... Daar zei hij al van, hoe vinden jullie ze echt draaidieren? Of vinden jullie het draaien echt leuk? Ik zeg, ja, dit is het mooiste wat er is. En hij heeft gewoon altijd gezegd, ik vind het verschrikkelijk. Het liefst had ik een emmer op mijn hoofd. En het was hij net begonnen, toen zei hij dat al. Hij vond het niks aan, maar hij zei, ja, ik maakte muziek. En op een gegeven moment moest ik draaien. Want ja, mijn muziek werd bekend. Maar ik vond het verschrikkelijk om daar te gaan staan voor al die mensen. Dat is mijn doel niet, ik wil gewoon muziek maken. Dat zei hij vanaf het prille begin. En heeft hij 6-7 jaar lang, heeft hij gewoon... met de pest in zijn lijf, hij vond het niks aan. Maar dan trek je jouw leven denk ik ook niet. Nee, en als je dan dat is geleefd worden. Dat is echt geleefd worden. En wie je ook bent, hoe sterk je ook bent, dat gaat je opbreken. Ja. En hij was een jongen die best wel spiritueel was. Weet je wel, dacht van ja, waarom zitten we hier? En hij had vragen van, wat doen we hier? Wat is het nut van het leven? Mm-hmm. Die vragen stelde hij zichzelf. Hij was wel best wel diep. En dat heeft ervoor gezorgd wat hij gedaan heeft. Want het is niet dat hij... Ik denk niet dat het zozeer dat hij kapot ging van, oh, de reis is te zwaar. Het was meer het mentale, dat hij het zo kut vond, wat hij deed, dat dat hem opbrak, dat hij drugs begon te nemen, omdat hij het gewoon dan leuk vond. Alcohol, en dat heeft hem kapot gemaakt. Niet zozeer het reizen op aan zich, zeg maar. Maar ben jij dan niet bezig met, er zijn heel veel mensen voor ons aan het werk... Mm. En laat ik me maar niet ziek melden, want dan zorgt er ook gelijkertijd voor dat die mensen ook een dag zonder werk zitten. Want dat zou ik als druk kunnen voelen, bij wijze van. Verantwoording inderdaad. Maar je raakt wel een spijker. Tuurlijk hou je daar rekening mee. Als ik me een keer... Elk mens heeft wel eens dat je niet lekker voelt. Of dat je geen zin hebt. Je kan daar niet zomaar zeggen, we gaan het even niet doen. Want je hebt inderdaad met ook mensen in ons werken die ook vrouwen en kinderen thuis hebben zitten. Ja. Daar denk je zeker ook over na. Maar toch trap je op die remmen. Toch weet je het juiste besluit voor jezelf te maken. Ja, kijk, op een gegeven moment als wij er allemaal onderdoor gaan... heeft niemand meer werk. Nee. Dus je moet altijd voor jezelf... Dat is alles met. Kom ik weer terug bij balans en bewustzijn. Ik denk dat de rode lijn moet zijn bij een mens... als het gaat om carrière, werk,
maar ook gewoon het dagelijks leven. Je moet je ook op die rem kunnen trappen en nee zeggen. Ja. En daar had ik vroeger nog wel problemen mee met nee zeggen. Nog steeds, dat is nog niet het sterkste punt om nee te zeggen. Maar daarom zit hij hier vandaag. Nee.